Nou, het wordt tijd voor een mooi schot. Pin op 147 meter. Daar gaan we. En daar gaan we niet. Die bal eindigt rechts van de green in de bunker. Een slice. Je kunt het aan de balvlucht zien. Dit is mijn inziens voor de rechtshandige golfer de meest voorkomende foute balvlucht, die slice. En het heeft veelal te maken met het verkeerd oplijnen. Een speler die denkt gericht te staan naar het doel, maar staat in werkelijkheid iets te veel rechts van het doel. De voetlijn, lichaam, staat gericht naar het doel. Alleen de bal ligt natuurlijk een stukje meer voor je en ligt dus veel rechts van het doel. En daardoor sla je, als je goed slaat, een mooie rechte bal naar rechts. Maar ja, een rechte bal naar rechts hebben we niks aan als we naar het doel willen. Dus wat doet een speler? Die gaat vaak in de beweging compenseren door over de top te komen, snijdt langs die bal af en we krijgen die vervelende slice. En zoals je aan mijn bal zag, hij eindigt rechts in de bunker. De oplossing is makkelijk om te begrijpen. Oplijnen, putter op het doel, voetlijn parallel. Alleen om dat te accepteren, dat is toch wel een stuk moeilijker. Want jij moet niet gericht staan naar het doel. De club moet gericht staan naar het doel. Dus als ik een bal ga spelen, dan begin ik met de club op het doel te zetten. Club op het doel. En mijn voetlijn parallel aan die gekozen lijn. Dus eerst club op het doel, routine, club op het doel, voetlijn parallel, dus links van het doel. En dan sta ik klaar. En veel spelers hebben dan het gevoel van, hey, die vlag staat rechts van me. Ja, golf is ook een side-on game. Side-on, dat wil zeggen, dit is de lijn die we gaan spelen, maar wij staan aan de zijlijn, side-on. Dus mijn club op het doel, voetlijn parallel, links van het doel. En dit is een bijkomend psychologisch voordeel. Als jij het idee hebt, het gevoel hebt dat die vlag meer rechts staat, dan zul jij veel meer van binnen naar buiten naar rechts willen gaan zwaaien. Dus daarmee gaat die slice verdwijnen, maar je krijgt ook een vollere impact waardoor je verder gaat slaan. Nou, eens kijken of het bij mij gaat werken. Club op het doel, voetlijn parallel, dus links van het doel. Ziet er veelbelovend uit. Ah, kijk, in één take meteen goed. Succes met trainen.